Goedendag en welkom bij het weerbericht van Weerplaatsen.nl. We kunnen het goed zien op de satellietfoto, er is weinig bewolking vandaag. Daar komt ook weinig verandering in. Het uh, wordt flink zonnig en na een vrij koude start, met lokaal zelfs nog een graadje vorst, ligt de temperatuur halverwege de ochtend al rond een graad of 11. En vanmiddag wordt het uiteindelijk 17 graden in het noorden tot 20 graden in het zuidoosten van het land. Alleen op de Wadden blijft het kwik wat achter. Verder waait er een matige zuidelijke wind. En met die 20 graden in het zuidoosten hebben we zelfs de eerste warme dag ergens dit jaar in Nederland te pakken. Overwege de avond is het weer een graad of 11, is het dus afgekoeld en we hebben brede opklaringen. Morgen overdag blijft het ook droog en hebben we in eerste instantie flink wat zon. Maar later op de dag komt er vanuit het noordwesten wat bewolking opzetten. Blijft wel droog en het wordt 12 tot 17 graden bij een matige wind uit noordelijke richtingen. Met die noordelijke wind wordt wat minder zachte lucht aangevoerd. En dinsdag, woensdag en donderdag ligt de middagtemperatuur dan ook wat lager dan we vandaag gaan zien. Tussen de 10 en de 14 graden. Het blijft wel droog, zijn flinke zonnige perioden. En bij een matige wind is het gewoon prima vertoeven. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.